Je hebt zo van die bedrijven die niet erg in de kijker lopen. Misschien is het omdat ze wel eens wat doen wat het daglicht niet ziet. Of omdat ze in hoogtechnologische laboratoria met vreemde brouwsels bezig zijn. En bovendien het hele land ondergraven. Wie weet is het wel omdat ze continu onder druk staan. Om 24 uur per dag het vocht rijkelijk te laten vloeien. En toch kan je met 2,5 miljoen klanten in Vlaanderen geen onbekende zijn. Met honderden enthousiaste medewerkers die gepassioneerd zijn door hun werk. Die diep onder de grond of hoger boven dagelijks waken over de kwantiteit en de integrale kwaliteit. Een Vlaams bedrijf dat al meer dan 80 jaar lang als geen ander bezorgd is om de natuurlijke rijkdommen. Dat bedrijf is de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Zo onopvallend en vanzelfsprekend. En toch zo vitaal voor het leven van alle dag. 120 liter water. Dat is wat u en ik als gemiddelde Vlaming elke dag verbruiken. We vinden het trouwens heel normaal dat de kraan ogenblikkelijk klaterfris drinkwater levert. En we staan er niet bij stil dat er honderden vakbekwame mensen elke dag in de weer zijn om ervoor te zorgen dat de stroom niet opdroogt en dat de waterkwaliteit uitmuntend is en blijft. En dat is niet vanzelfsprekend. Onze blauwe planeet mag dan voor 75% uit water bestaan. Slechts 0,5% is geschikt voor drinkwater. De rest is zout of onbereikbaar. En zelfs die 0,5% brengen we in gevaar door de nog steeds toenemende verontreiniging. Hoog tijd dus om niet alleen te praten, maar ook werkelijk verstandig om te gaan met deze bron van leven. Het kost immers steeds meer inspanningen om er helder, fris drinkwater uit te produceren. Zijpelt langzaam door in de onderliggende grondlagen. Zoals bijvoorbeeld de kalksteen in West-Vlaanderen, de zanden van Brussel of de grindafzettingen langs de Limburgse Maas. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening weet de waterreserves te lokaliseren en ze efficiënt te ontginnen. Met de inzet van diverse technieken naar gelang de diepte en dikte van de waterlaag. De VMW beschikt over tientallen grondwaterwinningen, goed voor 120 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar. Daarnaast zijn er meerdere oppervlaktewaterwinningen, goed voor nagenoeg 20 miljoen kubieke meter drinkwater. Water van rivieren, beken en kanalen wordt vooral gedurende de wintermaanden in spaarbekkens verzameld of wordt rechtstreeks vanuit de stroom gewonnen. De winningen worden via wetgeving gevrijwaard, dankzij de drie beschermingszones waarbinnen het lozen van bepaalde stoffen en andere milieuverontreinigende activiteiten verboden zijn om de waterkwaliteit niet aan te tasten. Tegelijkertijd wordt zo de natuur een handje toegestoken. Waterwinning en natuurbehoud gaan hand in hand. Beide vormen van waterwinning leveren de VMW elk jaar zo'n 140 miljoen kubieke meter drinkwater op. Genoeg voor iedereen. Toch is het water uit de waterwinningen nog niet onmiddellijk geschikt voor de consument.
In de waterproductiecentra van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is uitstekende waterkwaliteit een topprioriteit. Fysisch, bacteriologisch en chemisch moet het water perfect zijn. Het ruw water uit de winning ondergaat daarom diverse behandelingen, naar gelang de chemische samenstelling van het gebruikte water en de reststoffen die in het ruw water aanwezig zijn, maar daar eigenlijk niet thuis horen. Roosters 7 en micro 7 houden de grootste boosdoeners tegen uit het oppervlaktewater. Grondwater dient veelal ontijzerd te worden. Dit gebeurt in open of gesloten filters. In het oppervlaktewater krijgen organische deeltjes vlokmiddelen als ontbijt om dan te worden afgescheiden via bezinking en filtratie. Zand en actieve kool doen de rest. Het resultaat is zuurstofrijk, kiemvrij, reukloos en smaakvol drinkwater van topkwaliteit. Dat vanzelfsprekend elke vergelijking met flessenwater kan doorstaan. Behalve de prijs dan, die voor drinkwater 1000 maal lager is. Na de winning en zuivering heeft het water nog een hele weg af te leggen vooraleer het de gebruiker bereikt. Eerst wordt het via lange en brede toevoerleidingen van de waterproductiecentra naar watertorens en reservoirs gepompt. Zij vormen een buffervoorraad om piekverbruiken op te vangen en helpen de druk gelijkmatig te houden. Tientallen watertorens en reservoirs bieden een totale opslagcapaciteit van ruim 300 miljoen liter drinkwater. Via een net van 25.000 kilometer distributieleidingen bereikt het drinkwater de watermeter, het kloppend hart van de huisaansluiting. De VMW voorziet op die manier 176 gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg van kwaliteitsvol drinkwater. Dat ingewikkelde ondergrondse verkeer wordt in goede banen geleid via centrale dispatchingcentra, de zenuwknooppunten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Hier lopen alle gegevens binnen van waterproductiecentra, watertorens en reservoirs. Computers verwerken automatisch deze gegevens en bewaken zowel productie als transport. Bij een storing wordt onmiddellijk ingegrepen. Daartoe staat een hele ploeg onderhoudstechnici paraat. Ze verhelpen niet alleen elk probleem, maar doen ook aan preventief onderhoud. In het Algemeen Logistiek Centrum worden watermeters hersteld en geëikt. En wordt gespecialiseerde apparatuur vervaardigd voor watertorens en waterreservoirs. Zoals bij alle activiteiten van de VMW is veilig werken ook hier een topprioriteit. Niets wordt aan het toeval overgelaten, zeker de drinkwaterkwaliteit niet. In het centraal laboratorium wordt het drinkwater doorlopend gecontroleerd op 61 parameters. Stalen, genomen bij de winning,
de overpomping, het transport, de watertorens en reservoirs. En natuurlijk bij de kraan worden aan complexe analyses onderworpen om geen enkele onzuiverheid over het hoofd te zien. Aan alle Europese, federale en regionale normen wordt glansrijk voldaan. Maar ook aan de nog veel strengere normen die de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening zichzelf oplegt. Opdat elke liter als 2 druppels water zou lijken op al die andere. Van de talloze medewerkers die ervoor zorgen dat ook straks weer dat heldere vocht uit de kraan stroomt, is de indexopnemer misschien de best bekende. Jaarlijks komt die medewerker de meterstand opnemen en wordt meteen nagegaan of alles in orde is. Maar de dienstverlening reikt verder. In elke regio kan u terecht met vragen of wensen. Via een gedecentraliseerde structuur met gewestelijke directies staat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening lokaal ten dienste van elke klant. Met 3 sleutelwoorden als credo: kwaliteit, openheid en soepelheid. De VMW garandeert een klantvriendelijke dienstverlening. Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel geschreven. Om er samen voor te zorgen dat het water zonder problemen blijft stromen wanneer u straks opnieuw de kraan opendraait. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Uw leverancier van het zuiverste water.